Dag dames en heren, welkom bij Valkenburg Politiek. Nog 14 dagen en dan zijn de gemeenteraadverkiezingen. En vandaag als gasten in ons programma Niels Douwe, de lijsttrekker van Algemeen Belang, en Jeff Kleine, de lijsttrekker van de seniorenpartij hier in Valkenburg. We hebben 6 onderwerpen. Ik zou zeggen, laten we maar meteen van start gaan, meneer Kleine. U maakt zich zorgen dat bepaalde doelgroepen, dat die straks niet in die samenleving hun plek kunnen vinden. En denkt u aan senioren, jongeren, mensen met een beperking. Wat gaat u daar nu aan doen dat deze mensen wel een plek kunnen krijgen hier in deze samenleving? Nou, wij gaan in eerste instantie zorgen dat die mensen ook weer allemaal kunnen meedoen in de samenleving. We hebben nu te maken met bijvoorbeeld een digitale snelweg. Alles moet op afstand gebeuren en er is heel weinig contact met mensen. Het menselijke is weg. Mensen willen laagdrempelig benaderd worden, willen laagdrempelige voorzieningen hebben. En tegenwoordig is alles maar via de computer en heel veel mensen kunnen er niet bijbenen. En als u dus nu voor het zeggen gaat krijgen, dan gaat u aan het veranderen. Wat gaat u concreet veranderen? Hè? Nou, concreet veranderen is dat we de mensen zeg maar, de mogelijkheid geven om ook in de kernen zeg maar, op spreker te kunnen komen. Dat vanuit de gemeente gefaciliteerd wordt. En dat op het gemeentehuis in Valkenburg meer mogelijkheden zijn voor deze mensen. Nu moet men een afspraak maken of men moet dan maar strik gaan voor verschillende zaken. En dat willen we gewoon kort bijbrengen bij de mensen. Dan heb ik het ook over de mensen, de verborgen armoede, waar heel veel mensen mee te maken hebben. Met name mensen met een AOW en een klein pensioen. Die worden wel eens over het hoofd gezien. Of een alleenstaande moeder met 3 kinderen. Die heeft soms weinig netto uit te geven als iemand met een bijstandsuitkering. Vindt u goed dat ik eens even naar meneer Douwe gaat, want die zullen er ook wel ideeën over hebben, Algemeen Belang, denk ik. Ja, wij zien het toch een stuk positiever. Ik denk dat alle mensen in de gemeente Valkenburg aan de Geul een plekje hebben. En ik denk ook dat we als gemeente hele goede stappen gezet hebben om die mensen een plek te geven. Als voorbeeld voor de zorg is het echt niet zo dat mensen naar Maastricht toe moeten, maar we houden keukentafelgesprekken. Dat zijn gesprekken bij de mensen thuis, dus de gemeente komt naar de mensen toe. Dus op dit punt ben ik het met u oneens. Met name als het gaat over de WMO, die keukentafelgesprekken. Maar wat zijn de uitkomsten dan met die keukentafelgesprekken? Soms dat mensen weinige uren aan thuiszorg krijgen, et cetera, et cetera. En dan komen mensen weer in de problemen te zitten. Dus daar los ik dat niet mee op. Nou, een punt wat u beide heeft staan, wat ik heb gelezen, is eenzaamheid. Ja. Dan gaat u allen, zegt u, daar moeten we in investeren. Hoe gaat u dat doen? Daar moeten we zeker in investeren. En ik denk ook dat dat al heel erg goed gebeurt in onze gemeente. En wat ik daar altijd heel belangrijk in vind, is dat er ook goed nabuurschap is in onze gemeente. En dat we een beetje op elkaar letten. Helaas las ik gisteren een naar bericht in de krant dat een mevrouw, niet in onze gemeente, maar in Kerkrade, wekenlang dood in huis heeft gelegen. Dat is echt niet goed. En ik doe hier echt, en Algemeen Belang doet hier echt een beroep op het nabuurschap van de mens. Ik vind dat we normen en waarden meer thuis moeten brengen bij de mensen. Want die zijn ver zoek. Hoe bedoelt u dat concreet? Nou, dat men gewoon mensen onderling aan hun lot overlaten. De solidariteit is weg uit de maatschappij. De menswaardigheid is weg uit de maatschappij. Dat zijn mooie opvattingen. Maar hoe wilt u dat concreet verankeren? Dat men ook om zelfs de politiek, ook de raadsleden en het college moet meer met de burger bezig zijn. Moet meer met de burger in contact treden. Dat gebeurt niet. Alles is hier op afstand. Maar als u dus, u gaat dat wel doen. Ja, wij hebben ook gezegd, we gaan dat ook in de kernen doen. Met de VSP gaat ook spreekuren organiseren in de kernen. Maar we willen ook dat de gemeente, vanuit het gemeentehuis, men moet meer uit dat huis komen en meer op straat te vinden zijn. Ja. En dat mis je nu. Ja. Nou heeft, dat heb ik ook gelezen, de senioren zeggen, we gaan een wethouder voor ouderenbeleid invoeren. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ik denk dat we die wethouder de afgelopen jaren al gehad hebben in onze gemeente. En we hebben een hele goede wethouder gehad op het sociaal domein. Ja, dat kan je wel zeggen. Dat was je vader. Ja, dat zou ik ook zeggen. Maar vond u dat dan niet? Het kan wel een goede wethouder zijn geweest. Maar hij heeft ook veel dingen laten liggen. Noemt u eens wat? Nou, in het kader van de participatie, in het kader van de verborgen armoede, vind ik dat hij dingen heeft laten liggen. Die had hij beter kunnen oppakken. Ja. Het is namelijk zo dat mensen hier in Valkenburg, oudere mensen, maar ook jongeren, met dat koud weer wat we gehad hebben, de verwarming niet hoger konden zetten dan 15 graden, omdat ze geen geld meer hadden. Ja. En wat ik vraag is, in het kader, ik vraag in het kader van de kwijtschelding en het minimabeleid, vragen wij, dat staat hier vast op 110% van het minimumloon, willen wij naar 130% van het minimumloon brengen. Om die mensen te helpen. Meneer Kleine, er zullen altijd schrijnende gevallen zijn, dat zal ik ook niet onder stoelen of banken steken, maar ik denk echt dat we als gemeente Valkenburg aan de Geul hard aan de weg timmeren om iedereen een plekje te geven
in onze gemeente. En ik denk ook dat dat de afgelopen jaren heel goed gebeurd is. Het is te weinig. Ja, goed. Dat is uw mening. Daar komen we nu niet uit. We hebben 6 onderwerpen, daar heb je zelf voor gekozen. Dus met uw goedvinden ga ik nu naar een ander onderwerp. Maar dat zal u zeker al interesseren, de verenigingen. En meneer Dalve, u heeft daar, en dat staat hier ook mooi in de folder, dan moet ik die bril even afzetten, speciale aandacht voor verenigingen. Ze zijn het cement van de samenleving. Ja. En u spreekt nog over het rijke verenigingsleven. Ja, het is fantastisch om te zien hoeveel mensen in verenigingen zaken voor elkaar krijgen. Afgelopen weekend mocht ik samen met chef Kleine dirigeren, de Harmonie van Sibbe dirigeren, voor het Parkinsonfonds. Ja. Maar vele verenigingen hebben zich daar samengepakt voor dit goede doel. Maar laat ik een concretere vraag stellen. Wat hebben de verenigingen van algemeen belang te verwachten in de komende 4 jaar? Nou, ik denk dat we ook hier eenvoudig moeten doorwerken op de wijze waarop het nu gaat. En ik denk dat dat heel goed gaat. Verenigingen kunnen altijd bij onze mensen, bij onze collega's uit de raad terecht, met vragen, met zaken die spelen, en dan zullen we ze altijd faciliteren. Meneer Pleine, u hebt daar zeker ook ideeën over. Ja, als seniorenpartij gaat aan. Natuurlijk, vereniging is ja, het fundament van onze samenleving, Niels heeft het al gezegd, en dat moeten we koesteren. En men moet hem ook mensen bijstaan en ondersteunen als ze hulp nodig hebben. Maar dat zeggen ze allemaal natuurlijk. Hoe gaat dat concreet doen? Gewoon. Zo, ik denk dat we daar op de goede weg mee bezig zijn. Dat gaat goed. Als het goed is, is het goed. En dan moeten we verder mee doorgaan. Verenigingen moet je koesteren. Maar concreet, gaat u extra geld reserveren? Als dat nodig is. Wat wij wel willen is kijken naar de sportverenigingen. Om daar een beleidsplan over op te stellen. Om zodoende eigenlijk iedere sportvereniging over één kam te scheren. Er zitten nu nog wel eens sportverenigingen die voelen zich benadeeld ten opzichte van anderen. Zegt u nou dat dat niet over één kam gaat? Dat nee, daar zit wel eens verschil in. Dat hoor je wel. De ene krijgt een kunstgrasveld, de andere weer niet. En zo is dat. Ik hoor ook hier een hockeyclub zeggen, waarom krijgen wij bijvoorbeeld geen tweede kunstgrasveld? En wij hebben dat al voor. Wat hoor ik? U maakt onderscheid in de gemeente? Nou, ik denk niet dat dat het geval is. En om een voorbeeld te noemen, we moeten als gemeente moeten we ook bezuinigen. En we hebben als raad unaniem ervoor gekozen om niet te bezuinigen op die verenigingen. En dat vind ik een heel sterk punt wat we de afgelopen 4 jaar bereikt hebben. Maar die bezuinigen wil niet zeggen dat het op sommige plaatsen beter kan. Nou, ik denk als betreffende hockeyclub een voorstel indient, dan kunnen we dat bekijken, maar ik heb het nu nog niet gezien, dus dan kan ik daar nog niet over oordelen. Ben je het dan mee eens dat we een sportbeleidsplan moeten opstellen voor een sportvereniging? Er ligt op dit moment een sportbeleidsplan. Nou, niet. En dat is ook door de raad goedgekeurd. Wat ik ook altijd lees is, er moet een accommodatiebeleid komen. Wat gaat u daar concreet doen als algemeen belang? Nou, ik denk dat ook hier al goede stappen zijn gezet. U haalt het zelf aan. Er zijn 2 sportverenigingen in onze gemeente die we toekomstbestendig hebben gemaakt door er kunstgras neer te leggen. Andere sportverenigingen die een teruglopend ledenaantal hebben, hebben wel van gezegd, de basisvoorzieningen brengen we in orde. Dat hebben we ook gedaan. En toch zien we helaas dat bijvoorbeeld een voetbalclub in Vilt niet meer bestaat. Ja, maar bestaat. Maar ja, dat is inherent in de samenleving, dat steeds weinig mensen lid worden van een vereniging. Dat moeten we eigenlijk zien te stoppen. Want ja, hoe doen we dat? We moeten meer met mensen om tafel gaan zitten om ze laten in te zien hoe belangrijk een vereniging is in een samenleving. Ja. En daar moet je actief mee aan de slag gaan. En dat kan ook vanuit het gemeentehuis gebeuren. Even kort, gaat u daar nog iets aan doen? Wat ons betreft gaan we niet tornen aan de subsidies van de vereniging. Niet tornen, maar wel verhogen. We houden het zoals het nu op dit moment dus is. Dus een bezuinigingsronde die er zou komen, hebben we afgewezen. Nee, ik denk dat een hele goede stap is gedaan. Daar zijn we het over eens. Maar mijn vraag is, gaat dit ook verhogen als het nodig dient te zijn? Als het nodig is, dan zullen we die voorstellen op dat moment bekijken. Okay. En daar bent u het mee eens? Jazeker. Nou, laten we dan nog iets anders gaan, waar u wat meer moeite mee heeft. Ik lees ergens, Valkenburg, dat moet gezien worden als een samenleving wat mooi en veilig wonen en leven is. Maar het moet niet een product zijn dat vermarkt moet worden. Ja, ja, ja. En dan hebben we het over evenementen en toerisme. Ja. Wat gaat u doen de komende 4 jaar met de evenementen? Hoe gaat u dat aan? Wij willen in eerste instantie dat het evenementenbeleid in Valkenburg eens goed geëvalueerd wordt. Want evenementen worden hier gehouden, meer dan 400. En daar moet altijd geld bij vanuit de gemeenschap. Mag ik ervan uitgaan dat u dat al geëvalueerd heeft en dat u daar al conclusies uit getrokken heeft? Of nog? Nou, we hebben er wel naar gekeken. Kijk, zo'n zeepkistenrace, wat ze hier gehouden hebben, €17.000 even. Dat wordt zomaar op tafel gelegd. Amstel Gold Race, er moest €13.000 bij. En dan wordt gezegd, we moeten dat koesteren, we moeten dat behouden. We moeten ook eens kijken wat een kouberg ons kan opbrengen.
Wie heeft een Kouwberg in Nederland? Iedereen wil de Kouwberg hebben. Vermarkt die Kouwberg. Die Kouwberg is goud waard. En vooral, hier wordt altijd, dat zijn vrijwel hamerstukken als het over dat soort bedragen gaat. Waar ik moeite mee heb is de overlast van evenementen met parkeren. Ja, dat wil ik heel even zeggen, met parkeren. Parkeren, hè? Ja. De mensen moeten, hier is een parkeervergunningssysteem, daar moeten de mensen geld voor betalen. Vanwege de overlast van evenementen en toerisme. En dan wordt er een digitaal systeem ingevoerd en de mensen weten er niet mee om te gaan. De mensen willen de kraskaart behouden en geen bierveldje. En de mensen vinden wij dat we niet voor hoeven te betalen. Twee dingen. U hebt het over overlast en u gaat naar het parkeerbeleid. Ja, maar het is hetzelfde. De overlast is er. Komt uit die evenementen. Kunt u dan heel even op reageren? En meneer Kleine spreekt over 400 evenementen. Dat klopt inderdaad. We hebben veel evenementen. Maar er zitten ook kleinere evenementen in de kern in die voor ons heel belangrijk zijn. Daarnaast zijn er een aantal evenementen die inderdaad voor overlast zorgen. Daar trekken we leerling uit en we zorgen ook dat die overlast beperkt blijft. Maar u hebt de afgelopen vier jaar niks aan gedaan. Meneer Kleine, mag je even reageren op wat u gezegd hebt van het parkeren? Meneer Duidorf, ik ga nu even u gaan. Nou, als u aanhaalt om toch even te reageren, u zegt we hebben daar de afgelopen vier jaar niets aan gedaan. Ik denk dat mijn fractie en ik denk de gehele raad vaak genoeg misstanden die bij evenementen optreden aan de kaart heeft gesteld. Even terug concreet. En ik denk dat we daar goed bezig zijn. Even concreet, meneer Dalven. Hij zegt van dat parkeren, die vergunning aanvragen, betalen daarvoor, dat vind ik maar niks. Ja, we hebben nu inderdaad een digitaal parkeersysteem. Dat heeft wat haken en ogen, dat is inderdaad veel lastig. Veel haken en ogen. Maar we hebben in ieder geval met elkaar afgesproken dat dan een ambtenaar van de gemeente naar de mensen thuis toe gaat om wegwijs te maken in het systeem. Mijn partij is ook niet altijd groot voorstander geweest van dit systeem, maar we moeten er nu eenmaal mee dealen tot dit systeem er ligt, tot de hele raad daarvoor is geweest, en dan wil ik de mensen zo goed mogelijk kunnen helpen. En dat doen we op dit moment. Dit systeem werkt niet en nu helpt het in stand te houden. Goed, maar toch even één opmerking van mijn kant. Ja. Ik heb in het geheugen teruggekeken, maar u was wel voorstander, dacht ik toen, van het parkeren. Dat was een voorstel. Dat is toen ingevoerd in 2012. Toen werd dat systeem ingevoerd. En daar hebben we afgesproken, we moeten naar digitaal parkeren gaan. Mm-hmm. Maar we hadden dit systeem toen pas ingevoerd. We wisten nog niet hoe het zou lopen en we hebben dat nooit geëvalueerd. Ik heb toen ook tegen betaald parkeren gestemd. Goed, naar het wegbeheer, meneer Douwe, want daar heeft u wel iets over te zeggen. Ik heb gelezen, u kiest voor een adaptief beleid met een, hoe heette dat, ontzorgingscontracten. Ja. Help ons even, heel even. Adaptief wegbeheer is eigenlijk dat we iedere inwoner en iedere belanghebbende een stem geven in het wegbeheer in onze gemeente. Die sessies zijn nu geweest, wethouder Van Kan heeft dat heel goed opgepakt. En ik denk dat daardoor de kwaliteit van onze wegen echt vooruit gaat. Het wordt ook hoog tijd. Ja, hoog tijd. Maar toch nog even naar meneer Duiven toe. Dat betekent dat u dus geld reserveert. En adoptief, ik heb dat geïnterpreteerd van we wachten niet meer tot alles geld recht is. We gaan er van tevoren onderhoud plegen, zodat alles in goede staat blijft. En dat kost geld. Waar haalt u dat vandaan? Ja, dat kost inderdaad geld, maar daar heeft de gemeenteraad ook al middelen voor vrijgemaakt. En we gaan dat adaptief wegbeheer gaan we verder op poten zetten. Maar wegbeheer trek ik breder. Dat gaat ook over goede verkeersstromen in onze gemeente. En bij de laatste raadsvergadering heeft onze fractie bijvoorbeeld gesproken over het openhouden van de curvesweg. Toch wel een belangrijke verkeersaad. Daar kom ik zo op terug. Nog even, hoe kijkt u tegen dat adaptief wegbeheer? Wat voor ons belangrijk is, hoe het beestje ook mag heten, dat er iets gebeurt. Als ik kijk bijvoorbeeld in Oud-Valkenburg, dat is een heel groot probleem. Mm-hmm. En van 2015 zijn die mensen daar al in bel aan het trekken. Tot nu toe is er nog niks gebeurd. Als ik kijk naar de weg in Broekum, de gatenweg. Slechte weg, zeg. Hele slechte weg. Maar dat gaat en die veranderen. Ligt er al maanden zo bij. Jazeker, maar het moet veranderen. Als er geld vrijgemaakt is. Ja, maar geld vrijmaken, dan moeten we keuzes maken hier. Je moet altijd keuzes maken. Mm-hmm. En zodra wij daar zitten, zullen we die keuzes mee gaan maken. En zullen wij aangeven hoe wij denken dat het moet. Nou gaat meneer Douwe, die heeft een mooi stuk in de krant laten zetten, die curvesweg. Die gaat hij zeggen, die moet open blijven. Wat vindt u daarvan? Nou, ik denk dat die weg, als je hem zo open gaat stellen, dat die levensgevaarlijk is. Dus dat gaat een hele hoop geld kosten, als je hem al wil openstellen. Want het is ooit een fietsstraat. De fietsers hadden daar het voor het zeggen. Kijk, als in deze gemeente niet handhavend opgetreden wordt,
tegen verkeerssurfers, ook op die weg, die totaal geen enkel respect hebben als er iemand fiets op loopt en zich de bui al hangt. Dat zijn wel twee verschillende dingen. Dus u hebt die keurisweg, wil die open gaan doen, maar meneer Kleine, meneer Kleine was een afspraak waar ze even mag dat dat pas zou gebeuren, hè, dat die tunnel klaar zou zijn. Nee, u haalt een paar dingen door elkaar. Op dit moment is de weg is opengesteld. Ja. Dat gaat goed. Er zijn natuurlijk, moeten we ook zorgen dat de fietsers daar veilig kunnen fietsen. Daar zullen we ook maatregelen voor in de toekomst gaan treffen. Maar de afspraak was, op het moment dat de werkzaamheden in Maastricht klaar zijn, gaat die weg dicht. En dan verplaatsen we het probleem naar de provinciale weg in Houtem en de geulweg in Houtem. Nou, ik wil er nog eens goed naar kijken, omdat we afgesproken hebben dat meer verkeer via de A79 moest gaan rijden. Begrijp je? En niet door Houtem heen. En dan zou dat vanzelf ontlast worden. Maar ik wil daar, ik zeg niet direct dat ik daar direct op tegen ben. Ik moet heel goed naar gekeken worden, de veiligheid. Maar ook kijken naar de zogenaamde verkeersremmende maatregelen in de onderste straat in Houtem. Want die veroorzaken ook heel veel overlast. Wat ik ook gehoord heb, en ik liep onlangs door Geulum, daar is niet iedereen even bij mee, meneer Douwe, in Geulum, dat gaat gebeuren. Nee, dat klopt. Maar dat is in de politiek vaak zo, dat je niet iedere heer kan dienen. Maar ik denk wel. Waarom houdt hem dan wel bedienen aan Geulum niet? Nou, ik denk wel dat we naar alle argumenten moeten luisteren. En ik wil niet hebben dat straks een hoop verkeer door Houtem gaat langs een Adelante College. In Houtem is er een grote verkeersdruk en daarom zeggen wij: hou die curvesweg niet open. Maar als die curvesweg zo blijft, gaat die voor mij, wat mij betreft, niet open, want het is veel te gevaarlijk. Gaat u er iets aan doen? Nou, ik heb dus nu een motie ingediend, die heb ik aangehouden na toezeggingen van het college om inderdaad met deze weg aan de slag te gaan. En als er een voorstel vanuit het college komt, uiteraard kijken we dan ook naar de veiligheid voor de overige weg. Wachten we dat af. Veiligheid, meneer Kleine, daar maakt u zich wel ongerust over. Ja, ja. Het is hier pappen en nat houden binnen deze gemeente. Mm-hmm. Als het gaat over de overlast van jongeren, en ik zeg niet dat alle jongeren slecht is, als ik nu pak naar Broekum Noord. Daar is toen iets vreselijks gebeurd, 3 augustus. Die jongens, die lopen er altijd vrij rond. En men heeft een job geopend daar bij de scouting daar in Valkenburg. Maar die jongeren die daar moeten zitten, die zitten op alle andere plaatsen in Valkenburg, behalve niet in die job. En dan zeg ik zo, de overlast blijft bestaan. En de mensen zijn het kotzat ook drugsoverlast, dealen in Valkenburg in de wereld. Ik kan je plaatsen aannemen. Bijvoorbeeld op de picknickplaats in Walem, bij de Wilhelminatoren, op meerdere plaatsen, daar wordt gedeeld. Ik vind dat hier te weinig blauw op straat is te weinig handhavend opgetreden wordt en te weinig hard opgetreden wordt. En de verkeershufters, wat je hier overal hebt, rond meneer Douwe, grote invalliken. Meneer Douwe, wilt u het reageren? Meneer Kleine, om allereerst te reageren op dat job. Ik mag leider zijn bij de scouting iedere vrijdagavond en ik zie effectief jongeren bij het job. Waarschijnlijk lopen we dan op andere tijdstippen er langs, maar ik zie dat die jongens daar samen. Maar die jongens wat daar in Broekum Noord die overlast veroorzaken, die heb je daar niet op die plaats gekregen en daar ging je dan. Maar even naar meneer Douwe toe. Hij zegt, hij maakt zich drugsoverlast, verkeershuftigheid. Dat is toch een beetje het signaal wat hij nu afgeeft. Er zijn inderdaad, op het gebied van veiligheid zijn er veel uitdagingen. En onze gemeente heeft een vigerend veiligheidsplan. En daar staat bijvoorbeeld de leefbaarheid en veiligheid in de kernen staat op plaats 1. Meneer Schrij heeft het vandaag bij zijn installatie nog aangehaald dat dat een belangrijk speerpunt is van onze gemeente. Ja. Dus ik zie het toch niet zo negatief, ik zie het toch een stuk positiever. Wat mij opvalt, ik heb niks aan papieren tijgers. Nee, maar wat mij opvalt, meneer Kleine, als ik kijk wat u hier schrijft, wat in dat gele mooie blaadje van AB staat, dan ben u alle twee heel duidelijk zegt, wij moeten handhaven. Ja. Wat is nou het verschil tussen jullie twee daarin? Nou, dat hij zegt, hij gelooft dus als het op papier staat. En ik vind pas dat er handhaven opgetreden wordt als het ook daadwerkelijk gebeurt. En dat gebeurt niet binnen deze gemeente. Het is papa en nat houden bij het leven. Wat gaat u dan doen? Gaan dadelijk die burgemeester, want die is hoofd hier eigenlijk van de veiligheid. Die heel toch nog, ja. En die gaan we daar behoorlijk op aanspreken dat het veranderen moet binnen deze gemeente. En dan hopen we dat de meerderheid van de raad nu eens eindelijk achter ons gaat staan en gaat zeggen, daar heeft meneer Kleine een punt. Meneer Kleine, het zien van handhavers is een schijnveiligheid. Wij werken ook heel hard aan preventie. Meneer Schrijen heeft alle jongeren die voor overlast hebben gezorgd persoonlijk op kantoor gehad. Hij is met de jongeren in gesprek gegaan. Dat werkt voor zo'n jongere best intimideren tot hij bij de burgemeester op het matje moet komen. Ik denk dat heel goed gewerkt heeft. Maar het heeft niet gewerkt, want vandaag kwam ik nog eentje tegen. Meneer Kleine en bij het trapveldje in Broekum-Zuid. Dus. Wij worden het er hier niet over eens. Dat had ik ook niet verwacht, eerlijk gezegd. We gaan nu naar het allerlaatste onderwerp. En u heeft gevraagd van, ik wil toch nog even hebben over die
die samenstelling van die gemeenteraad, dat vond u, ik heb gezien, onevenwichtig. Ja, ja, toen ik 4 jaar geleden in de raad kwam, was ik met 18 jaar de jongste. Daarna kwam mevrouw Eurlings. En voor de rest zaten er, met alle respect naar mijn collega's, eigenlijk mensen van de pensioengerechtigde leeftijd. Of gepensioneerd. En er zijn ook best wel wat mensen die er al jaren zitten. En soms zorgt dan oud zeer voor een blokkering van besluitvorming. En ik denk dat het goed is als we die raad een beetje meer in evenwicht hebben. En daarom hebben we ook fantastische kandidaten op de lijst. Jong, oud. En ja, die mensen zorgen echt voor evenwicht. Ik ben overwegend wat ouder en wat meer ervaring misschien. Ik vind iedere partij maakt uit wie ze op de lijst zetten. En ik denk, ik heb uw fractie in de raad ook wel eens vaker gedacht. Wat doen die mensen daar? Want sommigen die heb ik nog nooit horen spreken in het verleden. Maar dat heeft niks met leeftijd te maken. Nee, dat heeft niks met leeftijd te maken. Dus daarom, wij hebben een fractie, daar staan wat oudere mensen op. Maar wel mensen die ik stuk voor stuk in die raad kan zetten, stuk voor stuk in de commissie kan zetten. En natuurlijk, ik hou ook al van jonge mensen, die mogen best komen. Ik vind het fantastisch dat ik tegenover een wat jonger persoon zit dan mij. Dat maakt de boel ook levendig. Iedereen kan dan voor zijn eigen doelgroep ook een beetje zich gaan inzetten. Dat maakt allemaal niks uit. En dat hoort ook zo. En het mag ook wat meer gemêleerd zijn. Maar uiteindelijk vind ik wel dat iedere partij zelf bepaalt wie ze op de lijst zet. Goed. Nog even een vraag van mijn kant. Want we gaan zo langzamerhand naar het einde toe. U werkt met voorkeurstemmen, wel of niet? Ja, wij werken met absolute voorkeurstemmen. En u? Wij werken conform de kieswet. Dat betekent gewoon dat als nummer 2 10 stemmen krijgen, nummer 300, dan komt toch nummer 2 in de lijst. Ja, dat is dus ja. Uiteindelijk, als iemand de helft van de kiesdelen haalt plus 1, dan wordt hij bij ons rechtstreeks gekozen. Belangrijk is natuurlijk ook zo'n gemeenteraad, die moet betrouwbaar blijven. Gaan alle leden die op de lijst staan hier straks ook zitting nemen als ze gekozen worden? Bij ons is eigenlijk iedere kandidaat bereid om zitting te gaan nemen in de gemeenteraad. En meneer Kleine gaf net aan dat onze fractie af en toe het woord niet nam en die deelt eigenlijk een sneer naar mij uit. Maar wij hebben wel betrouwbare mensen die voor deze partij gaan. En ik moet helaas constateren dat er in de raad ook mensen zijn die verschillende partijen aandoen. En dat vind ik jammer. Maar u gaat het algemeniseren. Kunt u daar wat concreter in zijn? Nou, ik denk dat de inwoner en de kijker het wel zal begrijpen. Ik begrijp het heel zeker, maar dat bepalen die mensen zelf. En misschien zijn die andere partijen misschien niet zo lief geweest voor die mensen. Ja, en ik heb hier ook een oppositie gezien die niks voorstelt. En dan kunnen we best voorstellen dat mensen zeggen, ja, wat moet ik nou bij zo'n partij? Ze doen toch niks wat wij willen. Maar dus, meneer Klein, is natuurlijk wel een punt. De integriteit is natuurlijk wel belangrijk en betrouwbaarheid. En hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, ik zal het zo zeggen. U hebt opleiding gehad in de politiek. U weet hoe de kieswet eruit ziet. Wettelijk, dan moeten we bij de landelijke partijen zijn dat ze die wet maar moeten veranderen. Ja. Maar er is natuurlijk een verschil tussen de wet en het morele aspect. Ja. En ik denk dat het morele aspect niet altijd even goed naar voren is gekomen de afgelopen 4 jaar. Ja. En ik vind toch dat we daar samen... Kunt u daar wat concreter in zijn? Dat zijn wel algemene zinnen wat u maakt nu. Nou, zoals ik al aangaf, ik denk dat de kijker heel goed weet waar ik op doel. En ik vind het gewoon een jammerlijke constatering dat mensen in één raad... Helpt u de kijker nu even, want niet iedereen weet waar u op doelt. Nou, als u me laat uitpraten, wil ik dat best doen. Ja, dan gaat u. Ik vind het een jammerlijke constatering dat mensen in één raadsperiode voor 3 partijen uitkomen. Dat vind ik jammer, want dat heeft zijn weerspiegeling op de gehele gemeenteraad. Als die mensen die keuze maken, en zijn mensen die zijn bij ons gekomen, die hebben die keuze gemaakt. En wij hebben daar in feite met die mensen over gepraat. Die mensen hebben ons uitgelegd hoe en waarom. En wij hebben daar geen moeite mee. Die mensen die gaan daarvoor bij ons, die hebben toch hun kwaliteiten. En dat is voor ons het belangrijkste. Ik wens ze ook heel veel succes overigens. Alleen ik vind het dan in de beeldvorming een beetje jammer. Ja. Maar welke garantie kun je nou bieden, dat geldt voor beide, dat u de goede mensen op de goede plaats hebt neergezet, de integriteitstoets waar we nu allemaal over hebben, heeft dat bij u plaatsgevonden? Wij vertrouwen onze mensen die op de lijst staan. Ogen, of is dat, en of daar nu een verklaring omtrent het gedrag daar voor nodig is, nou, er hebben wel meerdere mensen in het leven een verklaring omtrent het gedrag gekregen. En als je achteraf bekijkt, vraag je hoe heeft hij het kunnen krijgen? Mm-hmm. Hoe is dat bij u? We hebben met iedere kandidaat afzonderlijk hebben we uitvoerig gesproken. En op basis daarvan hebben we eigenlijk het vertrouwen naar elkaar toe uitgesproken. En ik durf mijn hand in het vuur te steken voor al onze 21 kandidaten. Mm-hmm. Ik ook, voor onze 12. Ja. En het zal niet gebeuren dat
op uw lijst straks iemand weer een transfer aanvraagt naar een andere... Dat weet je nooit. Heeft u dat kunnen afkaderen in uw organisatie? Dat kun je wettelijk gezien niet afkaderen. Mm-hmm. Een raadslid is gekozen zonder laatste vrijgespraak. Ja. Ja. Hoe is dat mee gegaan? Ja, we hebben in ieder geval de afspraak, een gentleman's agreement, dat mocht u om inder welke reden ook niet meer in de politiek actief willen zijn, dat de zetel dan teruggaat naar de partij. Ja, maar het is inderdaad zo wat meneer Kleine zegt, in de wet zitten hier een aantal omissies. Ja. Daar, mijn regisseur die maakt een heel mooi gebaar zo en dat betekent dat ik moet afsluiten. Ik ga u heel hartelijk danken meneer Kleine, meneer Dalve. Ik wens u heel veel succes. Dank u wel. En u kijkers, ik ga u bedanken voor het kijken voor vandaag. We zijn terug bij u en wel op 17 maart. Dan zijn we rechtstreeks weer bij u in de Eter vanaf 4 uur tot 5 uur. Wij doen dat vanuit het gemeentehuis hier in Valkenburg. En dan ontvangen wij alle 6 de lijsttrekkers. En dan gaan we met die lijsttrekkers wederom in debat. Nogmaals van 4 uur tot 5 uur. En ik nodig u allemaal uit om naar dat debat te komen. U kunt daar zelf bij aanwezig zijn. Wij vragen u wel of u dan om 3:30 aanwezig wilt zijn. Nogmaals dank voor het kijken. Tjij de Groot. Dag.